Ik ben Marjoke Bakker, onderzoeker bij het Experium Center of Expertise Leren met ICT. En binnen dit project doen we onderzoek naar maakonderwijs met ICT. En binnen dit onderzoek zijn er een aantal vragen die we willen beantwoorden. Eén ervan is, hoe kunnen we met maakonderwijs met ICT bijdragen aan het onderwerp wetenschap en technologie in het basisonderwijs? En wat vraagt dit van de leraar? Deze vragen beantwoorden we door verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken. We hebben gesprekken gehad met de leraren over hun plannen in de lesopzet. We hebben ook bij de lessen gekeken en gesprekjes gehad met leraren en leerlingen over hoe de lessen zijn verlopen. En na afloop van de lessenserie hebben we de lessenserie geëvalueerd met de leraren. Uit het onderzoek blijkt dat maakonderwijs geschikt is om invulling te geven aan wetenschap en technologie. En dan vooral op het gebied van ontwerpen. Leerlingen leren om een probleemstelling te formuleren, daarbij een oplossing te bedenken, een ontwerp te maken en dat ook uit te werken tot een prototype wat ze dan weer kunnen testen en evalueren. Uit de observaties en interviews kwamen ook een aantal aandachtspunten naar voren voor leraren binnen dit maakonderwijs. Het bleek onder andere dat er een balans gezocht moet worden tussen het vrijlaten van de leerlingen en het bijsturen. Om leerlingen vrij te laten denken en creatief te laten zijn, is het belangrijk dat ze niet te veel worden bijgestuurd. Een ander belangrijk aspect bij het maakonderwijs is de kwestie of het prototype werkend moet worden gemaakt of niet. Als leerlingen een werkend prototype moeten maken, dan is het ook belangrijk dat ze het testen en daarmee leren ze dan ook zien wat er nog niet werkt en op basis daarvan kunnen ze het prototype weer verbeteren. Terwijl als het prototype niet werkend hoeft te zijn en leerlingen alleen hoeven uit te leggen hoe het zou moeten werken, dan zit dat stukje testen en evalueren veel minder in het proces. En daardoor hebben leerlingen ook sneller het idee dat het klaar is en denken ze minder ver door. Een laatste punt bij het maakonderwijs is dat het goed werkt om leerlingen in groepjes te laten werken, zodat leerlingen elkaars creativiteit kunnen stimuleren, leren samen te werken en ook gebruik kunnen maken van elkaars talenten. Maakonderwijs is dus een goede manier om invulling te geven aan het gebied ontwerpen binnen wetenschap en technologie. En daarbij is het wel belangrijk dat er een aantal aandachtspunten worden meegenomen, onder andere over het handelen van de leerkracht en de opzet van het leerarrangement.